Welkom allemaal, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. In dit webinar over de booking tool. Ik zie er al veel mensen aanwezig in de chat, fijn om te zien. Voor ik ons eventjes ga voorstellen, praktische dingen. Als jullie vragen hebben, stel die gerust in de chat. We gaan er zoveel mogelijk op ingaan. We gaan proberen absoluut heel interactief te maken, Karin. Ja. En we hebben ook webheroes die klaarzitten om soms tussendoor ook nog kleine vragen te gaan beantwoorden in de chat. Ja. Blij om jullie hier te zien, want we hebben al ondertussen meer dan 4 maanden heel hard gewerkt aan deze tool. En ik ben blij dat we die een beetje gaan kunnen presenteren. Absoluut. Het webinar proberen we af te sluiten om 12 uur stipt. Ja. Zodat iedereen kan gaan lunchen op tijd gaan lunchen of werken natuurlijk. Of werken. Ja. En het is vandaag Internationale Vrouwendag, dus ik heb hier ook natuurlijk een zeer speciale dame naast me. Namelijk webhero Karleen. Ja, hallo iedereen. Sommige mensen zullen al wel met verschillende webhero's in contact zijn gekomen, maar misschien toch eventjes voorstellen. Karleen, je bent al meer dan 5 jaar bij ons. Ja, dus ik ben Karleen, ondertussen een dikke 5 jaar in dienst bij Webhero, maar oorspronkelijk gestart bij Content Crackers nog. Ja. Toen hadden we nog een andere naam. Daar ben ik meer dan 5 jaar geleden gestart als sales. En gaandeweg eigenlijk in het parcours dat ik heb afgelegd bij Webhero gegroeid van sales naar eerst sales trainer, dan sales manager. En op dit moment ben ik dus nog verantwoordelijk nog altijd voor ons fantastische sales team bij Webhero. Maar ondersteun ik ook ons customer success team met van alle taken in verband met onze licenties dat lopen. Ja. En voilà. Webhero, dat is eigenlijk een fantastische voetbalploeg. Hè? Je kunt mensen een beetje... Helemaal, ja. Het is belangrijk. Positioneren om alle gaten toe te lopen. Hè? One team. One team, dat is zo. Mijn naam is Jo. Ik ben samen met Sander, oprichter van Webhero. En Sander en ik hebben al heel veel watertjes doorzwommen in het verleden. Dat komt straks nog even terug. En dat heeft misschien ook wel rechtstreeks de aanleiding gegeven tot de booking tool. Hè? Waar Sander meer het operationele, de technische kant, de development kant voor zijn rekening neemt, heb ik het geluk dat ik mag webinars geven en dat ik meer aan de marketingkant zit, de creatieve kant. Dus dat is een beetje mijn rol in het bedrijf. Wat staat er op de planning, Karleen? Eerst een beetje geschiedenis. Waar komt Webhero vandaan? We hebben al een heel traject met het bedrijf doorgroeid of doorlopen, zeg maar. Dus een beetje geschiedenis. En van daaruit gaan we natuurlijk ook voort op waar dat deze webinar over gaat, over onze fantastische booking tool en voornamelijk ook welke problemen, want dat is heel belangrijk voor ondernemers, welke problemen dat wij daarmee oplossen. Ja, tuurlijk, ja. Ja. En dan gaan we ook eens kijken voor wie is die tool geschikt, hè? Want we hebben enerzijds die oorspronkelijk ontwikkeld voor alles wat met sport te maken heeft. Maar wat we zien is dat er ook heel veel B2B-toepassingen zijn. Ja, hè? Absoluut. En dan gaan we een paar cases toelichten. Het KIS-principe. Het KIS-principe. Ik weet wat het betekent. Okay, misschien nog niet iedereen, maar daar gaan we straks op komen. Ja, dat gaan we straks uitleggen. Een paar functionaliteiten toelichten. We gaan niet te lang in die features blijven hangen, maar wel een paar belangrijke functionaliteiten. Ja. De booking tool is gratis en dan komt automatisch de vraag... Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe verdienen jullie geld? Ja. Dat gaan we helder uitleggen. Ja. En Webhero staat voor de digitale held. Hè? Ja. Moet ik dan alles zelf doen? Ah nee, want er is een digitale held. Dus dan gaan we toelichten waar wij kunnen helpen om de tool beter te gaan gebruiken. En dan gaan we ook eens echt in de tool gaan werken. Hè? En als er dan vragen komen in de chat, dan kunnen we dat misschien onmiddellijk gaan toelichten in de beheermodule van de tool. Klopt. Want het is natuurlijk een software waarin moet gewerkt worden. Hè? Ja, klopt. Wat de doelstelling is, als mensen het willen gaan gebruiken, is enerzijds gaan we je toegang geven straks om er zelf mee aan de slag te gaan. Maar je kan ook een afspraak maken, zoals we dat altijd doen. Hè. Ja. Als je gratis eens een demonstratie wilt, samen met een webhero. Ik ga even de Canon die invliegen. Voilà. Komt bij een call to action. Dan kan je via die call to action eigenlijk een call of een Calendly meeting inplannen met een van onze heroes, zodat we eens even de situatie van jouw onderneming kunnen bekijken, waarvoor dat het booking tool interessant zou zijn, wat dat binnen de booking tool en jouw onderneming de verschillende opportuniteiten zijn. Dus ja, voilà. Dus
we gaan die straks nog wel eens eventjes invliegen, die call to action. Maar als je zoiets hebt van, ik haal het einde misschien niet, dan, ja, kan je er nu al eens op klikken om die URL te hebben. Ja, voilà. Maar we gaan misschien eerst beginnen, want met een beetje geschiedenis, ja, over WebHero. En sommige mensen hier zullen Jo ondertussen misschien al een beetje kennen, maar misschien zijn er ondernemers die Jo nog niet kennen. Of toch niet meer verleden. Of nu Jo zijn verleden. En daar zullen we het misschien eerst over hebben. Jo, wat is de link tussen Bordix en WebHero? Ja, Bordix is een surf travel organisatie, organiseren surfkampen voor jongeren in Spanje, Frankrijk en Marokko. En ik heb dat bedrijf eigenlijk in 2000 opgericht. Dat was mijn, mm-hmm, eerste echte ondernemersverhaal, zal ik het even noemen. En dus het ontwikkelen nu van een booking tool voor sportkampen, voor sportorganisaties, dat komt natuurlijk vanuit dat verleden, omdat we daar, ja, heel lang zelf al mee gewerkt hebben. En wat heel belangrijk is, is dat Sander, hè, mijn vennoot, hè, ja, vandaag, was toen in het jaar 2000, dus heel lang geleden, al mijn webdeveloper. Dat was te zeggen, ik was klant bij hem en hij had de eerste website gebouwd van Bordix en al degenen die volgen, tot vandaag zelfs nog. Hè. Ik heb het bedrijf geleid tot 2012, dan heb ik dat overgelaten en dan zijn Sander en ik één team geworden, hè, met Content Crackers, ja, en zo, dat was naar WebHero geëvolueerd. Maar waarom is dat belangrijk? Wel, in het jaar 2000, nu is dat eigenlijk een evidentie dat je online reizen kan boeken en betalen. In het jaar 2000 was dat nog revolutionair. Ik heb dat absoluut een paar keer aan mijn moeder moeten uitleggen wat ik nu juist ging doen met die website toen. Mm-hmm. En dat heeft ervoor gezorgd dat Bordix eigenlijk in, ik zal niet zeggen een korte tijd, want dat heeft wel 12 jaar geduurd, maar toch elk jaar heel snel is kunnen groeien. Mm-hmm. Tot ongeveer 5000 klanten in de zomer. Maar 5000 klanten die op voorhand moeten boeken, betalen, administratie, ouders die bellen, alles wat daarmee te maken heeft. Dat is een gigantische administratie. Ja, ja. En omdat Sander en ik toen al op dezelfde lijn zaten, van we moeten automatiseren, hebben we daar eigenlijk een heel uitgebreide administratieve boekingstool voor gebouwd. En dat was onze eerste ervaring eigenlijk daarmee. En ja, vandaag bleef die vraag nog altijd bij ons komen. We hebben dan eigenlijk, toen we de switch hebben gemaakt van, ik toch alleszins, van Bordix, hebben we samen dan een bedrijf opgericht, Content Crackers. En toen zijn we op maat die dingen beginnen bouwen voor grote organisaties, ja, zoals Creactie en Skyline. Maar zo projecten, die kosten 20.000 tot 80.000 euro om te laten ontwikkelen. Dan, de volgende stap was dat er nog een paar andere organisaties zeiden van, ja, zoveel geld hebben we niet. Dan hebben we dat zo wat geuniformiseerd, dat we heel gemakkelijk konden copy-pasten. Maar dan gaat het nog over enkele duizenden euro's per jaar. Maar we hebben dus heel veel maatwerk gemaakt in boekingstools. Mm-hmm. Dus die ervaring hebben we heel lang opgebouwd. En daar hebben we vandaag dan iets nuttigs mee kunnen doen. Hè? Ja, absoluut. En tegelijkertijd lossen we nu met onze boekingstool, we hebben dat daar straks over gehad, lossen we eigenlijk heel wat problemen op. En, en we kunnen zo een aantal dingen nu verder aanhalen. Hè? Ja, absoluut. En wat ook nog belangrijk is, heel dat Bordix-verhaal, de samenwerking van Sander en mij, 20 jaar, dan zien we hier vandaag een bedrijf nog, want heel veel mensen hier hebben ook nog een link. Een link. Een link met Bordix nog altijd, hè. Je bent van mensen die hier werken, dus een stukje van de cultuur die we toch mee hebben genomen. Ja. Goed, welke problemen lossen we op? Wel, in de eerste plaats, hè, wat zien we van problemen? Als jij je kinderen wilt inschrijven voor een sportkamp... Oh, dat is soms verschrikkelijk. Hè? Ik heb zelf, voor mensen dat het, of de meeste van jullie zullen dat niet weten, ik heb zelf twee jonge kindjes, dus echt die leeftijd, dat ze speelplein, kampjes. Dus ik kom daar zelf ook wel in de praktijk heel veel mee in contact. En dat begint vaak al alleen bij de inschrijvingen. Hè? Ik heb, om een heel concreet voorbeeld te geven, moest ik mijn zoon inschrijven voor een voetbalkampje in augustus. En dat werkte echt nog met een Google Form, waar je dan bepaalde velden moest invullen, waar dat je daarna x aantal dagen later een mailtje kreeg om dan iets anders administratief in orde te brengen, want dan moest je die info nog doorgeven. Dan krijg je terug een mail voor een betaling te doen en eigenlijk is dat een volledige romslomp. Niet alleen soms een beetje verwarrend voor mensen die willen inschrijven, maar uiteraard ook voor al die organisaties die met superveel werk zitten. Hè? Ja. Dus complexe formulieren, het staat erbij, Google Sheets, dus de Google Form. Ja, Google Sheets wil ik zeggen, Excel.
Ja, of Excels, ja, Want inderdaad. jouw pijn zit aan de voorkant, hè? Maar je bent degene die boekt. Maar er is ook heel veel pijn aan de Aan de achterkant achterkant. van de mensen die die organisatie moeten opvolgen. Hè? Soms zijn dat vrijwilligers. Of een bedrijven zijn natuurlijk geen vrijwilligers. Hè? Dat zijn mensen die daar in dienst zijn. Maar super intensief en heel veel verschillende stappen. Ja. Ik heb het ook een beetje opgelijst. Hè? Dus je moet dan, je krijgt dan handmatig overschrijvingen binnen. Die moet je gaan controleren. Soms is de mededeling niet ingevuld of foutief ingevuld. Dan weet je niet goed aan wie je die moet toewijzen, hè, die betaling. Dan hebben ze een voorschot betaald, maar je weet niet van welke boeking dat is. Dan ga je ook elke keer gaan moeten herberekenen van oké, die moest eigenlijk, ik zeg maar iets, hè, €372 betalen. Die heeft €50 voorschot betaald, dus even tellen, tel maar zeker erbij, 323. Handmatig een mail sturen, gelieve het resterende bedrag. En dus dat zien we vandaag nog heel veel terugkomen. Of het nu een sport is, of een B2B, hè? Want in B2B zien we absoluut. Dat ook nog. Absoluut. En het probleem is dat er zo ook heel veel openstaande bedragen blijven staan. Hè? Want de mensen zeggen, ja, maar ik ga wel betalen. Dat zien we in elke business natuurlijk. Ja, en soms zelfs twee keren, want het staat erbij, handmatig betaling controleren of voorschotten. Je hebt dan enerzijds misschien klanten die hun voorschot niet tijdig betalen, maar achteraf komt dan nog eens de tweede, wanneer het resterende saldo betaald moet worden, heb je weer misschien klanten die het niet tijdig hebben betaald of foutief betaald. Dus soms kan je zelfs het werk dubbel hebben voor eenzelfde boeking, dus super intensief. Heel veel mailverkeer. Ja, absoluut. En ik weet niet of jij dat graag doet. Nee, maar eigenlijk zo'n niet. Mails, daar ben ik niet graag mee bezig. Nee. Hebben we natuurlijk dat proberen op te lossen. Dus voor wie is dit eigenlijk? Iedereen die booking tool geschikt, hè? Dus bedrijven of organisaties die reservaties willen ontvangen met online betalingen. Hè? Want dus de tool kan alleen maar gebruikt worden als je online betalingen gaat ontvangen. Iemand die nood heeft aan administratieve automatisatie. He, want heel het mailverkeer van het resterende saldo dat één maand voor het event moet betaald worden, dat wordt allemaal geautomatiseerd in onze tool. Je moet daar niet meer aan wakker liggen. Zelfs wachtlijsten en zo. He, wachtlijsten aanleggen, absoluut. Mensen uit de wachtlijst uitnodigen. Al dat e-mailverkeer wordt volledig geautomatiseerd. Ja. Dus mensen die willen tijd sparen. Fouten vermijden. Ja, veel fouten vermijden. Er kunnen bijna geen fouten meer gemaakt worden. Hè? Nee. En voornamelijk, en dat is dan de ondernemer in mij, iemand die zijn centen op tijd wil ontvangen. Ja, hè? Want heel vaak is het nu een mail sturen en wachten op geld. En waar veranderen we? Dat is een heel grote switch. Is de mensen kunnen pas inschrijven als ze online betalen. Anders komt de inschrijving niet door. Dat wil zeggen dat jouw organisatie hun geld altijd op tijd zal hebben. Ja, anders klopt. Wordt de plaats niet bezet. Hè. Ja, klopt. Dat was een groot probleem vroeger bij Bortix. Dat waren dan studenten. Hè. Dus die schreven dan in voor hun reis. Dan hadden die tweede zit. Maar oké, beleefdheidshalve zou je dan annuleren. Maar goed, dat gebeurt dan niet altijd. Die plaats wordt gehouden. Die betaling komt niet binnen. En 2 dagen voor afreis belt je die op. Zeg, waar blijft uw betaling? Zeg, maar ik kan niet mee. Ik heb een tweede zit. En dan moet je kunt niet meer achter dat geld gaan. Die gaat dan nooit betalen. En de plaats kan je niet meer verkocht geraken. Dus, nee. Dus eigenlijk, je centen op tijd krijgen is essentieel voor je business natuurlijk. Hè. Dus we hebben een paar cases erop gelijst van mensen die... Hè, want we zijn eigenlijk nog maar een maand online met de tool. Ja. We hebben het geluk gehad dat er al, ik denk een 50-tal organisaties aan het testen zijn. Eva heeft een vraag. Voor de verkoop van online programma's... Dat kan, denk ik. Daar zou ik iets meer informatie over moeten hebben, hoe je dat wilt opvolgen daarna, of waar je online programma staat. Maar ik heb wel een voorbeeld gemaakt van een digitale marketing workshop. Hè, dus dat gaan we zelfs wel toelichten. Ja. Dus we hebben het geluk dat er al een 50-tal organisaties aan het testen zijn. Er zijn een deel die al echt aan het verkopen zijn ook. Hè. En we gaan beginnen met Grand Slam 10, ga ik toelichten. De Breakaway, heel mooie locatie in Spanje. Waar ze fietsvakanties en padelstages doen. Ja. We hebben de Business Club in Kortenberg, die een VIP of een galaavond, geloof ik, aan het organiseren zijn. En die al echt aan het verkopen zijn. Maar eigenlijk in sport zien we voor groepslessen. Zelfs om lidgelden te innen, hè, want het is ook een administratieve tool. Trainingen waarvoor moet betaald worden. Sportevents, sportstages in het buitenland. Kinderkampen hebben we ook al, hè, met de Mister. Ja, absoluut. Die aan het verkopen is. Maar ook spaghettiavonden of een quiz. Je kan het eigenlijk voor alles gebruiken. Hè? Ja,
Absoluut. En organisaties kunnen het ook voor meerdere dingen gebruiken en dat is heel fijn. Ja, ja alles op één locatie. Hè. Alles op dus één locatie. Niet meer allemaal aparte spreadsheets en aparte Google Forms. Hè. Dat is heel fijn. Ik veronderstel dat heel veel mensen hier vandaag voor hun eigen bedrijf aan het kijken zijn, hè, aan de businesskant. Misschien ook voor een sportclub. Dus voor de businesskant kan het gebruikt worden voor netwerkevents, zoals de businessclub van Kortenberg het gebruikt. Congressen kan eventueel. Mm-hmm. Opleidingen, hè, dat, vandaar mijn voorbeeld, een digitale marketingopleiding. Maar we denken ook aan beauty workshops of VIP-events. Ik ga eventjes in op de vraag van Nouria. Kan de tool ook individuele afspraken maken? Als je het idee hebt van een Calendly, dan zeg ik nee. Ja. Omdat, ja, daar bestaat al een Calendly voor en dat werkt heel goed. Dat gebruiken wij zelf ook gewoon. Dus initieel, het is eigenlijk eerder gebouwd voor groepsessies. Dus individuele sessies, daar is het niet echt voor gebouwd. Tilly vraagt, zal dit de webshop vervangen? Nee. Heel belangrijk, hè, want jullie, de meeste van jullie zullen al een website hebben. Mm-hmm. De webshop is eigenlijk gebouwd voor retail. Als je t-shirts wilt verkopen, of sommige producten, die je kan vastpakken en opsturen, hè, ja, dan is de webshop nog altijd de beste tool. De booking tool die we gebouwd hebben, daar kan je geen foto's in uploaden, mm-hmm. want het gaat over een kamp. Hè, dus de informatie plaats je op je website, en dan verwijs je naar de tool. We gaan dat dadelijk heel duidelijk tonen. De tool is een volledige standalone van ons WebHero-platform. Dat wil zeggen dat ook organisaties die geen WebHero-website hebben, de tool gaan kunnen gebruiken. Ja. Waarom hebben we dat gedaan? Wel heel simpel. Onze missie is om zelfstandige en kleine ondernemingen te helpen. En vandaag bestaan daarvoor. We trekken dat nu een beetje door naar sportorganisaties. Er zijn heel veel kleine clubs of kleine organisaties die nooit het budget gaan hebben om 1.000 euro per jaar te gaan betalen voor een tool. En dus als we dat in ons WebHero-platform zouden houden, dan moesten ze ook nog een website gaan nemen. Dat zou de kosten te hoog oplopen voor die kleine organisaties. En het is net die organisaties die ook vaak op vrijwilligers draaien, wat onze missie is om die te gaan helpen. Marleen vraagt, past dit ook voor het reserveren van kamers in een B2B? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Ook daar weer, dan denk ik van, daar bestaan al heel veel tools voor, zoals een Airbnb. We gaan het zelfs ook eventjes aanhalen, omdat het concept van Airbnb, de pricing, dat is ook iets wat wij gaan gebruiken. Maar onze tool is eerder voor coaching sessies, denk ik dat wel perfect kan werken, Tessa. Dus, tenzij Marleen met de B&B natuurlijk iets speciaals zou doen, speciale reizen met heel afgebakende periodes, dan zou het eventueel wel gebruikt kunnen worden. Ja. Maar daar hebben we zelfs ook een heel mooi voorbeeld voor. Ja. Ik denk dat veel van de vragen gaan opgelost worden als we een beetje verder gaan. Maar blijf shooten, dan kunnen ze zeker gaan opnemen. Dus wat zien we hier? De website van... Grand Slam Tienen. Ja. Fantastische club in Tienen uiteraard. Tennis, padel. Echt een sportclub. Ja, en die gebruikte vandaag wel de webshop om kampen te verkopen. Om kampen te verkopen, Maar die webshop is daar natuurlijk niet voor gemaakt. Hè. Dat is voor retail kleding gemaakt. En dus je kan daar heel moeilijk opties aan toe gaan voegen en upsellen. En dat is wel wat we hebben opgelost met de tool. Dus wat er nu gebeurt, is als iemand bijvoorbeeld zijn lidgeld wil betalen op een van die call-to-actions klikt, dan gaat hij naar eigenlijk een inschrijvingspagina. Deze is nu wel heel blank, het is een beetje klein. Dan krijg je, ofwel ga je onmiddellijk naar bijvoorbeeld lidmaatschap of naar één kamp, ofwel ga je naar het overzicht. Dit is het volledige overzicht. Ja, dit is het overzicht. Maar als we dan bijvoorbeeld gaan naar lidgelden gaan kijken, dan zie je hier, het is een beetje klein. Ik ga het misschien iets groter maken, hè. Zo, kijk. Dus hier zie je van boven dat er 3 stappen zijn. Dit is voor de klant die wilt boeken. Hè. 3 stappen, de periode, de gegevens en de betaling. Hè. Ja. En hier zie je al de mogelijke formules die zij aanbieden. Dan kan je eentje gaan aanklikken en zo verder de boeking gaan afronden. Dit is een voorbeeldje van een Tine. We hebben de breakaway. Hè. We hadden het net over B&B's. Het is niet echt een tool gemaakt om B&B's te reserveren, maar wel wat je zou kunnen doen als je zegt... Ik heb één bepaalde week waarin ik een fietsvakantie organiseer in mijn B&B. Dat is wat de breakaway eigenlijk doet. En hier zie je het voorbeeld. Dan kan je dus van boven zie je aantal deelnemers. Je kan voor 1 of meerdere mensen inschrijven. Dan kan je zelf opties gaan toevoegen met een bepaalde prijs. Hier zie je dat het gaat over fietsverhuur, over verzekeringen en over de transfer van de luchthaven
naar de breakaway. Hè? Dus je kan daar zelf zoveel opties gaan toevoegen en je kan daar prijzen aan gaan toevoegen. Dat is bijvoorbeeld iets wat in Google Forms niet kan. Die gaat geen optelsom maken. Ja, en ook heel handig. We zien hier het voorbeeld staan van kies je opties voor deelnemer 1. Wat de tool dus ook volledig bevat, is wanneer dat je bijvoorbeeld voor 2 deelnemers zou boeken, komen er automatisch meerdere velden bij, zodat je echt bepaalde details kan instellen of kan kiezen per deelnemer. En dat is wel heel belangrijk. Zeker als je bijvoorbeeld in groep een boeking doet en voor persoon A en B is dat wel nodig, maar voor persoon C en D niet. Dus het is heel personaliseerbaar en dat is wel heel handig, of wel ook echt nodig uiteraard in een booking tool. Ja. Ik zie Kathleen ook vragen of dat het bijvoorbeeld nodig of mogelijk is voor een retrette. Dat kan zeker, Kathleen. Als dat inderdaad een georganiseerde week is, kan je dat 100% gebruiken om deelnemers te laten inschrijven voor die week of voor die x aantal dagen, waar dat je dus ook als opties bijvoorbeeld kan laten bijboeken. Ik wil een yoga-sessie of een... Dus ja. Je kan het voor heel wat gebruiken. Goed dat je het aanhaalt, want we hebben al een klant die aan het verkopen is, die yoga-retreats... Het is Seaside Yoga. Ja, klopt. Seaside yoga is het tool aan het gebruiken voor yoga-retreats in Katzat. Dus daar kan je misschien eens inspiratie gaan opdoen, maar daar kan het dus absoluut voor gebruikt worden. Ja, voilà. All right. Ik heb ook eens gewoon een voorbeeld, omdat het gaat nu altijd over sport en niet iedereen zit in de sportwereld, een B2B-workshop en wat dat zou kunnen doen. Hè. En hier zie je, ik laat nu voorlopig de voorkant zien, we gaan straks ook in de beheermodule eventjes werken. Hè. Ik ga het terug groter maken. Hier zie je bijvoorbeeld Digital Day 1 in maart, die we zouden kunnen organiseren. Je hebt een basisprijs van €399 voor de ganse dag. Maar je kan zeggen, ik wil ook het werkboek Digitale Marketing bijbestellen. Kost hier €19 of ik neem zelf notities. Ja, hè. En dan komt er niks bij. Hè. Of je kan zeggen, ik wil daar aansluitend een beetje upsellen. Hè. We zijn allemaal ondernemers. Ja. Wil ik 5 sessies in groep nog gaan volgen? Dat is goedkoper natuurlijk. Maar ik kan ook bijvoorbeeld 5 persoonlijke sessies van 1 uur gaan volgen. Dat is een beetje duurder. Of ik verkies om het zelf, om gewoon zelf aan de slag te gaan. Dus je kan zelf dynamische opties toevoegen. Gaat allemaal optellen. Ja, want je ziet dus het totaal zie je onderaan staan. Dus afhankelijk van de opties die een deelnemer zeg maar aanvindt, gaat het totaalbedrag onderaan dus ook automatisch aangepast worden, berekend worden. Ja. Alright. In de tweede stap bij de gegevens ga je ook velden kunnen toevoegen. Ik ga straks tonen hoe dat moet. Ja. Maar in B2B kan je daar bijvoorbeeld zeggen, ik zou graag een btw-nummer en facturatiegegevens hebben. Ja. Dus je kan zelf zoveel velden toevoegen als je wil. Ja, klopt. Voilà, hier zijn we weer. Het KIS-principe. KIS staat voor... Keep it simple, stupid. Ja. Eigenlijk, om kort te zeggen, van maak het niet te moeilijk. Ja. Want dat werkt zeker niet. Nee, dat hebben we even toegevoegd. Dat is iets wat we bij ons heel vaak hanteren in het bedrijf. Hè? Ja. Keep it simple. Omdat, nu laat ik weer de voorkant zien van een organisatie, die ik even niet ga benoemen, maar dat is een ongelooflijk lang inschrijvingsveld. En als digital marketeer weet ik dat hoe langer de inschrijvingen duren, hoe complexer het is, hoe moeilijker het is om te zien wanneer het eind in zicht is, hoe meer mensen gaan afhaken. En wat je ook organiseert, je wilt zoveel mogelijk verkopen, of het nu voor de sportclub is of voor een B2B-event, je wilt zoveel mogelijk verkopen. Dus het is superbelangrijk dat formulier eenvoudig is. En dat je heel helder is welke stappen dat er zijn. Alleen hebben organisaties vaak de neiging om het heel complex te maken. En dus dat is mijn tip van vandaag. Je kan in onze tool kan je het ook ongelooflijk complex maken. Mm-hmm. Wij noemen dat UX, usability. Hebben wij in 3 stapjes gedaan. Altijd voor iedereen hetzelfde zal zijn. Waardoor het heel helder is voor de gebruiker in welke fase dat hij zit. Eerst de basisopties kiezen, dan de persoonsgegevens invullen en dan betalen. Hè? Maar vooraleer je begint te prullen in je tool, denk goed na of je zelf je aanbod niet kan vereenvoudigen. Hè? Ja. Dus dat is mijn belangrijke tip. Veronique, je zei er straks niet voor individuele sessies, maar nadien wel voor coaching sessies.
met individuele sessies had ik begrepen, Veronique, dat je daar een agenda aan wil koppelen en dat je zegt, zoals in een Calendly, je kan boeken van 9 tot 10, van 10 tot 11, van 11 tot 12, en dan elke dag van het jaar. Daar is het tool niet voor gemaakt, dat zou ook niet overzichtelijk zijn. Maar zoals ik al zei, daar bestaat al Calendly voor, dat ongelooflijk goed werkt, waar je ook betalingen kan ontvangen. We gaan niet proberen een tool na te bouwen die al bestaat, die al heel goedkoop is eigenlijk. We hebben heel hard de pijn gevoeld van van organisatoren, van, ja, dat zijn wel individuele reizen, maar het gaat altijd wel een groepsreis gewoon. Hè. Dus ja, het is een andere pijn die we proberen op te lossen. Ja. Om misschien voor Veronique specifiek een voorbeeld te geven waar dat jij het wel voor zou kunnen gebruiken voor individuele sessies, is als jij echt bijvoorbeeld gebruik zou maken van een specifieke week of een specifiek weekend waar dat je binnen bepaalde uren één op één sessies hebt, dan kan je natuurlijk wel in de tool, dan is het heel gemakkelijk om die afgebakende data's in te stellen. Ja. Maar het is onmogelijk om dat voor heel het jaar te doen, omdat je dan echt moet gebruik maken van een kalender. Dus als je echt een weekend hebt waar dat je bijvoorbeeld 10 individuele sessies aangeeft, op zaterdag 5 en op zondag 5, dan kan je dat bijvoorbeeld wel perfect gebruiken. Klopt. Ja. Tessa vraagt in het workshop voorbeeld, als de workshop eenmaal geboekt is met individuele sessie, kunnen de deelnemers de sessie waarvoor ze al betaald hebben nog inplannen via de tool? Nee, dat gaat niet. He, dus het is nooit gekoppeld aan een agenda. Het kan wel, je kan wel timeslots, bijvoorbeeld voor een spaghettidag, he, ik heb nu ook een voorbeeld van een spaghettidag, dat ik daar gemaakt heb voor een club, he, die zeggen, ja, maar de mensen moeten wel kiezen of ze tussen 12 en 2 komen, tussen 6 en 8 of tussen 8 en 10 s'avonds. Ja. En dan kan je zeggen, we hebben in elk tijdslot hebben we 100 plaatsen beschikbaar. Ja. Hè, want ja, anders zit het vol. Dus dat zou wel kunnen. Maar individueel gekoppeld aan bijvoorbeeld uw Google-agenda, dat gaat niet gaan. Hè. Dus nee. Dat gaat niet gaan. Nogmaals, dan adviseer ik Calendly, want dat werkt perfect en dat gebruiken we zelf ook. Dus ik hoop dat dat al een beetje antwoorden zijn. Ja. Calendly is echt voor inschrijvingen. De boekingstool kan je perfect gebruiken wanneer dat er een betaling natuurlijk ook nodig is. En wanneer dat het voor een specifieke dag of uur of periode is. Ja. Een paar functionaliteiten die we gaan overlopen. Ja. Eerst en vooral een family account. Want wat we heel vaak zien, is dat één persoon moet boeken voor verschillende mensen. En wat je dan vaak moet doen, is elke keer opnieuw beginnen. Hè. Je hebt dan een eerste ingeboekt, dan moet je de tweede inboeken. Ja. Heel vermoeiend. Hè. Ja. Zeker als je dan bijvoorbeeld kinderen hebt waar je ook met de vriendjes moet inschrijven. Ja, ja. Hè? Ja, maar als de 3 vriendjes niet mee kunnen, dan ga ik wel niet boeken. Zijn er nog 4 plaatsen? Eerst een mail, bellen. Hè? Ja. Dus dat is heel simpel nu. Mensen kunnen alleen maar kiezen voor 4 deelnemers als er nog plaats is. Hè? Ja, heel simpel. Klopt. En je kan ze allemaal in één keer inboeken, dus allemaal samen ja of nee. Hè? Ja. Het tweede puntje, dat gaan we zelfs behandelen, helemaal gratis. Online in 30 minuten. Ja, keep it simple, hè. Ja. Alles gaat heel snel natuurlijk. De opzet van een account duurt natuurlijk maar enkele minuutjes. We hebben een fantastisch team ook met hulp, maar daar gaan we ook zelfs op terugkomen. En het is gewoon heel gebruiksvriendelijk. Jo gaat nog een beeld geven van de backend, zeg maar, op het einde van het webinar. En dan ga je zien dat het niet alleen voor degene die de boekingstool gebruikt heel gemakkelijk is of simpel is om het in te vullen of een boeking te maken. Maar ook, en dat is heel belangrijk voor de ondernemer, in enkele klikken heb je gewoon een event of iets dergelijks online gezet. Ja. Heel belangrijk. Ja, een paar vragen. Virginie, is het wel interessant voor een coach dat over 6 maanden aanbiedt met verschillende modules en deze modules apart te boeken voor 1 betaald traject? Ik denk wel dat dat kan, Virginie. Dat is wel heel specifiek. Daar moet ik even over nadenken. Maar ik denk wel dat dat kan. Ja, in principe zou dat perfect moeten kunnen. Ja. Dave, kan je de tool gebruiken om bijvoorbeeld de jaarinschrijving van een sportclub bij te houden? Absoluut. We hebben verschillende clubs die vandaag hun lidgelden innen via deze tool. Tessa, krijgt de B2B-klant ook een factuur? Nee, vandaag krijgt hij wel een betalingsbevestiging natuurlijk, via mail. Maar vandaag is de tool nog niet gekoppeld aan een facturatieprogramma. Hè. Dat is ook iets dat best complex is. Mogelijk zal er dat in de toekomst wel komen, want vandaag zitten wij met versie 1.2. We hebben al een update gedaan met feedback van klanten. Ja. Hè, maar mogelijk gaat er wel komen.
vandaag zijn we maar een maand online en ons team zal daar voortdurend aan blijven ontwikkelen, net zoals Absoluut. We met ons platform gedaan hebben. Dus vandaag is dat nog, kan ik daar nog geen antwoord op geven, Tessa. PSP is ingebouwd. Welke is dit? Wat is PSP? Ah, dat is Molly. Hè? Dus de betalingsprovider waar we vandaag mee werken, ja, is Molly. Je moet dus zelf een Molly-account aanmaken. En uiteraard wordt die gekoppeld aan je eigen Molly-account. En als een klant betaalt, gaat dat geld eerst naar Molly. En Molly betaalt dat, ik denk, 2 keer per week of zo uit aan de organisatie. Zo werken wij met Webhero trouwens ook. Als je je licentie betaalt, gaat die eerst naar Molly. Hè, en daarna komt die naar ons. Ja, en Molly is een fantastische partner daar. Ja, ja, ook heel fijn om mee samen te werken. Het is een Nederlands bedrijf, dus Nederlandstalige support heel belangrijk. Hè. Ja. Een ongelooflijk sterk punt is... dat je nooit meer kan overboekt worden en dat je reservelijsten kan aanleggen. Ja. Had ik dat gehad in 2000, dat had me heel veel tijd bespaard. Hè, want dus op een gegeven moment is alles vol, maar er willen nog altijd mensen inschrijven. En ja, vandaag, die mensen kunnen dus boeken, maar niet betalen. Wat wil zeggen dat eigenlijk hun boeking gemaakt is, die zit in jouw systeem en je krijgt op je event gewoon een heel grote wachtlijst. Ja. Als jij op een gegeven moment beslist van, hey, ik ga 10 plaatsen bijcreëren, op een of andere manier, dan kan je gewoon met 1 klik die mensen de betalingsuitnodiging sturen en zeggen, goed nieuws, je stond op de reservelijst. We 10 nieuwe plaatsen. We hebben op nieuwe plaatsen en jij krijgt voorrang, want je stond op de reservelijst. Ja. Beslist die persoon om niet meer te komen, dan kan je die betaling intrekken en de volgende op de reservelijst weer aanschrijven. Gewoon allemaal met een paar klikjes. Dus heel gemakkelijk. Ja. En of wanneer er annulaties zijn, hè, heb je natuurlijk ook direct een idee van personen die op de wachtlijst of de reservelijst staat, wat dat fantastisch is. En natuurlijk ook nooit geen overboeking, hè? Want dat is niks zo ellendig dan iemand moet bellen van, ja, uw kleine was ingeschreven, maar ik kan toch niet meer, ik had geld terugstorten. Dus dat is niet zo fijn, dus dat kan ook niet meer gebeuren. Een paar vragen. Bedankt voor de tip, Tilly. Je kan inderdaad bij Molly kiezen hoe vaak en wanneer je uitbetaald wilt worden. Ik denk dat dat tot 1 keer per dag gaat, denk ik, maar ik ben niet heel zeker. Marleen stelt de vraag, hoeveel procent betaal je aan Molly? Wel, je betaalt een percentage niet per se op basis van de provider, zoals Molly, maar op basis van de manier van betaling die je aanvaardt. Ja. De goedkoopste manier is gewoon via een bankcontact geld ontvangen, maar je kan zelf kiezen of je ook Mastercard of Visa of PayPal wilt ontvangen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden in Molly. Er zijn heel veel banken die ook nog specifiek hun eigen app hebben. Ja, app hebben. Maar dus bij elk van die mogelijkheden is er een ander percentage. Mijn advies is om standaard te werken met bankcontact. En enkel als je naar grotere bedragen gaat, honderden euro's, Mastercard en Visa te gaan activeren, want daar betaal je wel een pak meer op. Hè. Ik denk tot 1,5%, 2%. Ja, afhankelijk dus, inderdaad. Dat is best wel grote bedragen. Ja, maar dat kan je heel eenvoudig. Molly is daar heel... Er staat zelfs heel transparant op hun website. Echt een overzicht van alle betaalmiddelen die zij aanbieden. En daar kan je ook direct zien welk percentage dat je absoluut. Misschien kan iemand voor ons, iemand van ons team die link even in de chat plaatsen met al de verschillende percentages die je moet betalen bij de betalingsprovider. Maar of je nu met Molly werkt of met een andere, die zijn overal ongeveer dezelfde. Ja, klopt. Een vraag van Evi. Kan dit geïntegreerd worden in een website, WordPress of PrestaShop? Uiteraard, omdat ons platform voor de booking tool is een compleet losstaand platform. Mm-hmm. En de pagina waar de booking plaatsvindt, die krijgt een unieke URL. Dus je kan heel gemakkelijk achter je call to action op eender welke website de mensen doorsturen naar de boekingspagina. Die staat dan op een URL die van ons is, niet op je eigen website. Ja. Je kan die een beetje tunen in je eigen kleuren. Dat was ook een vraag die veel voorkwam, dus dat hebben we al voor gezorgd, dat dat een beetje in dezelfde huisstijl blijft. Maar we hebben er bewust voor gekozen om de boekingspagina op onze pagina te zetten. Zo, als je die gaat embedden in je website, gaat die er overal een klein beetje anders uitzien. En dan verliezen wij de controle of heel het proces om te betalen wel goed verloopt. En zoals we al gezegd hebben, dat is essentieel dat dat naadloos verloopt. En daarom zetten we dat eigenlijk op een aparte pagina. En onze boekingstool is natuurlijk 100% responsief. Ja. Daar hebben wij ook weer geen vat op. Moesten we onze tool gaan embedden in een externe website of in een niet-WebHero-website? Solus, kunnen dat fout gaan? Ja, dan zou dat kunnen dat en dat fout willen we niet. Nee. Dat willen we niet. Misschien dat er wel komt. Dan is het weer niet meer simpel. Nee, dan is het niet meer simpel. En wie weet dat we dat nog ooit gaan bouwen, maar vandaag is dat nog niet aan de orde.
Een van de belangrijke functionaliteiten zijn ook de kortingscodes. Dat is iets wat met onze webshops al heel vaak gevraagd werd. We hebben daar ook al een kortingscodesysteem in, maar niet altijd helemaal geschikt voor hetgeen voor wat wou gebruikt worden. En dus met de kortingscodes die we vandaag ontwikkeld hebben in de Booking Tool, kan je bijvoorbeeld heel gemakkelijk een early bird actie doen, want je kan een code maken, bijvoorbeeld de code early bird, ik zeg maar iets, en je kan zeggen, die code is geldig tot 1 maart. Na 1 maart vervalt die code gewoon, kan nog altijd boeken, maar als je die code ingeeft, ja, dan krijg je gewoon geen korting meer. Ja. Dus je kan heel gemakkelijk met codes werken. Zie je ook heel veel bij business events, hè? Absoluut, ja. Je kan een eenmalige korting geven. Bijvoorbeeld, ik maak een unieke code voor jou van 6 cijfers en letters, en alleen jij kan die gebruiken, en ik zet dat die code maar eenmaal kan gebruikt worden. Je kan die ook zeggen, je kan die code alleen maar gebruiken voor dat ene event. Hè? Dus je kan dat heel, heel dynamisch gaan opbouwen. Je kan zeggen, jullie willen met 10 mensen komen. Ik maak hier een kortingscode aan die ook maar 10 keer kan gebruikt worden. Hè? Ja. Of bijvoorbeeld bij Black Friday kan je zeggen van, we maken een Black Friday korting. Je stuurt een mailing uit en die is enkel die dag geldig. Hè? Ja. Je kan zelfs, en dat is dan specifiek voor die jongere kampen weer, als je je eerste kleine inboekt, kan je zelfs zeggen, je krijgt een kortingscode die je kan gebruiken voor je tweede kleine. Want die gaat toch naar een andere kant. Dan krijg je een mail met een kortingscode vol 10 euro korting voor de tweede kind dat je inschrijft. Dus kortingscodes hebben we goed op gewerkt. Is heel dynamisch. Goeie vraag van Evi. Wat onderscheidt jullie van een voorbeeld Eventbrite? Weet jij het antwoord? Niet helemaal, ik heb wel een aantal verschillen. Ik heb geluk gehad dat gisteren een klant met dezelfde vraag stelde. Dus ik heb het even opgezocht. Eventbrite is een hele toffe tool, heel interessant. De meerwaarde van Eventbrite zit bijvoorbeeld in de QR-codes en zo. Hè. Dus ze moet gescand worden. Grote congressen of festivals. Concerten, daar worden zij ook heel veel gebruikt. Ja. Hè. Bij ons zit er geen QR-codes in. Nee. Het grote verschil is dat je bij ons veel dynamischer die prijsopties gaat kunnen toevoegen. Als je gewoon ene prijs voor iedereen hebt, dat is altijd dezelfde prijs, dan kan je evengoed Eventbrite gebruiken, denk ik. Als je zegt, ja, maar ik wil nog een beetje upsellen, ik wil nog wat opties daaraan koppelen, ik wil, als de mensen half pensioen boeken of de lunch mee boeken, moet het er 5 opties zijn met verschillende prijzen. Dat gaat allemaal een beetje moeilijker gaan met Eventbrite. Of zelfs niet gaan, denk ik, met Eventbrite. En is Eventbrite een gratis tool? Dat denk ik ook niet. Je kan hem gratis gebruiken en dan betaal je, net zoals bij ons, betaalt de consument een kleine fee. Ja. Maar ik denk wel dat zij ook betalende modellen hebben die een beetje die fee gaan verlichten. Dus ze hebben iets meer prijsmogelijkheden, denk ik, dan ons. Maar grosso modo gaan de prijzen een beetje gelijkaardig zijn. Wel, als we toch de prijzen hebben, gratis, dat kan niet. Nee, en dat kan heel vaak ook niet. Nee. Bij ons kan dat wel. We hebben hier een voorbeeldje staan. Hè. Een ticket dat je kan boeken voor een festival. Even fout geklikt. Dat is niet kapot. Ja. Een voorbeeld dat we hier zien voor een festival. En hier hebben we, je ziet in het kadertje de prijs opgesplitst. Hè. Het festivalticket kostte normaal 68,8 euro. Er staat bij servicekost inbegrepen. En dan zie je natuurlijk dat de normale waarde of de nominale waarde van het ticket 61,51 euro was en dat er een boekingskost of een boekingsfee was van 7,38 euro die bij het ticket was bijgerekend. En dat is eigenlijk exact hoe dat wij ook werken en hoe dat online, wanneer je iets boekt, het eigenlijk altijd bijna zo werkt. Hè. Dat is eigenlijk dat er een online verwerkingskost of een boekingskost bijkomt. En dat is bij ons net hetzelfde. Maar een veel lager percentage. Ja, maar een veel lager percentage. Daar wou ik inderdaad net op komen. Dat is wel heel veel eigenlijk, als ik het zo zie. Ja. Dat was echt al direct oef. Ja. De verwerkingskost bij ons die ligt op 2,5% met een minimum van 1,5 euro en maar met een maximum van 20 euro. Dus dat wil zeggen, zelfs bij hele dure tickets of hele dure reizen, zal een klant ook nog maar altijd maximum 20 euro betalen. Bij
kleine events zal een klant misschien maar 1,5 euro als voorbeeld betalen. Want we praten over 2,5, maar als ik dat hier snel tel, is dat is meer dan 10%. Hè, dat ze hier inderdaad, is meer dan 10%. En het is natuurlijk die fee die naar ons komt. Ja. Dus de tool is gratis voor jou als ondernemer. Het is de verwerkingskost of de verwerkingsfee die naar WebHero gaat. Heel belangrijk. Hier was hem een beetje verborgen in de prijs. Hè? Ja. Ik heb hier het voorbeeld van Airbnb, want die gebruiken hetzelfde principe. Hè? Dus je hebt dan de prijs van de overnachting en je ziet daar de servicekosten, die worden bijgeteld. Ook daar weer, hè? Airbnb zit denk ik rond de 13% vandaag. Hè? Ja. Dat zij vragen. 36 euro, dus al best veel voor 190 euro aan overnachting. Hè? Ja, dus zij tellen lekker door daar bij Airbnb. Wij gebruiken vandaag 2,5%. Wat bij ons wel heel duidelijk vandaag is, let op, dat wordt binnenkort, gaan daar meer opties rond bestaan, is dat wij heel duidelijk van in het begin de prijs communiceren in onze tool. Ik ga dat zelfs tonen, bijvoorbeeld 100 euro kost iets. En dan zat er onmiddellijk bij verwerkingskost 2,5 euro. Ja. Hè? Terwijl dat hier nog een beetje verborgen zit en je dat pas in een latere stap ziet. Nu, wij vonden dat eerlijker, dat heel helder werd gecommuniceerd. De feedback die we krijgen van organisaties, die willen dat eigenlijk niet. Die zouden dat liever verwerkt zien in de prijs. Dus dat is iets wat we gaan ontwikkelen binnenkort, dat je zelf kan kiezen of dat van in het begin gecommuniceerd wordt dat er een administratieve verwerkingskost is, of dat je zelf kiest om die prijs te gaan, die kosten gaan verwerken in de prijs. Waarom doen we dat zo? Nogmaals, zo'n tool, als we die op jaarlicentie zouden moeten gaan, of op maandlicentie of jaarlicentie, dan moet je al snel tussen de 700 en 1000 euro licentiekost gaan vragen. Per jaar. Per jaar. En voor organisaties die maar weinig betalingen binnenkrijgen, of voor sportclubs, is dat gewoon te duur. Hè? En nu verleggen we eigenlijk, dus de investering eigenlijk naar de klant, waardoor of jij nu een quiz organiseert voor 5 mensen, of een spaghetti-dag, het kost de club eigenlijk niet echt iets. Nee, klopt. En of wij daar nu, de ene keer gaan we wat meer, de andere keer wat minder verdienen, lijkt ons een beetje democratischer. Mm-hmm. Dus dat is de reden voor dat we gekozen hebben voor deze strategie. Moet ik alles zelf doen? Zeker niet, want wij hebben een fantastisch WebHero-team. Ik ga ervan uit dat de meeste kijkers op dit moment ook WebHero-klant al reeds zijn. Te zien aan de chat toch, hè? Ja, te zien aan de chat. Ja. Maar het was ook de bedoeling. Het is een webinar exclusief voor webinarklanten. Dus normaal zou het moeten. En dus jullie weten dat wij heel wat dingen aanbieden in die support. Hè. Ja. Dus enerzijds hebben wij een fantastische vak. Ondertussen ook al onderbouwd voor onze booking tool, waar je natuurlijk de meest gestelde vragen kan terugvinden met de antwoorden. Maar wij zijn van maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 ook telefonisch bereikbaar. Je zal altijd een WebHero aan de lijn krijgen. Op donderdag ben ik dat bijvoorbeeld. Ja, iedereen op donderdag. open office. En heel leuk nieuws voor degenen die hier kijken en die het nog niet wisten. Onze open offices gaan terug van start na een coronastop die er uiteraard is geweest. En volgende week woensdag... is het volgende week dinsdag of woensdag? Ik heb het ook vergeten op te zoeken. Maar je kan het vinden op onze website. Dus als je naar webhero.be gaat en je klikt rechts van boven op support... En je klikt dan verder op Open Office, dan krijg je al de data. Ja, als ik me niet vergis, is het volgende week dinsdag of woensdag, maar ik zie dat Nele, WebHero Nele aan het kijken is. Zij is onze office manager, dus Nele zal het hier ongetwijfeld dadelijk in de chat ook wel posten. Maar dan onze Open Office is natuurlijk fantastisch. Is. Hè? Ja. Dus dan kan je binnen die Open Office uren eigenlijk gewoon bij ons naar ons kantoor hier komen in Heverlee, waar je met een koffietje of een theetje rustig kan werken en waar je echt ook de hulp kan inschakelen van een WebHero hier aanwezig. Het is volgende week woensdag. Ja. En Nelen heeft er zelfs de link bij gezet waar je kan inschrijven. Dat is uiteraard gratis, hè, onze open office. Maar heel fijn, je kan vragen stellen. We kunnen samen nadenken over dingen. Steek je vinger op in de klas en er komt een WebHero aangevlogen om je te helpen. Die komt naast u zitten, dus Valasse. We hebben ook onze Flying WebHero.
Jo, misschien kan jij even toelichten ja, wat Flying Web Hero ja, doet. Dus de Flying Web Hero, dus sommige mensen zeggen, ja, onze missie is om iedereen te helpen leren hoe ze dat allemaal moeten doen. Hè. Daarom, kom naar hier, we gaan het jou leren. Dan kan je er zelf mee aan de slag, daar ga je veel tijd besparen. Sommige organisaties of bedrijven zeggen, ja, ik heb hier gewoon geen tijd en geen zin in. Dat is niet iets wat we heel vaak mee uitpakken, maar je kan bijvoorbeeld een Flying Web Hero voor een half dag of een dag ja, reserveren. Dan komen we naar bij jou of dan krijgen we gewoon opdrachten en dan gaan wij het administratieve werk in je website, in je webshop of in de tool gaan uitvoeren. Maar dat is natuurlijk betaald. Hè? Maar dat is iets wat we echt maar alleen maar in noodsituaties echt gaan aanbieden. Maar het kan, hè? Dat we een ganse ja. dag vrijmaken voor jou. Ja. En je ziet, er zijn nu goed, dus zeker niet alleen doen in de booking tool. Wij zijn er absoluut om te helpen en om die ondersteuning aan te bieden. Wil je graag zelf toch als eerst gaan prullen in onze booking tool, om te testen, hè? Dan kan je nu zelf je eerste boekingspagina aanmaken. Even kijken, wat moet ik doen? Hier, zo, maak je eerste boeking. Voilà, de call to action komt erin gevlogen. Dus we hebben zo'n startpagina gemaakt, waar je eigenlijk in 2-3 klikken iets kan in elkaar steken. Dan gaan we jouw goedkeuring geven. Ik heb gezien dat Sander ook aanwezig was, hè, in de chat. Dus dat komt dan bij Sander terecht. Dan moeten de accounts worden goedgekeurd. En als je dat vandaag nog doet, dan ga je over een uurtje of misschien heel sneller toegang krijgen tot de beheermodule en kan je daarin beginnen werken. Heb je daarna nog vragen? Aarzel dan niet om nog altijd een call in te boeken absoluut. Met een van onze webheroes of gewoon te bellen in ons kantoor. We zijn er om jullie te helpen. Maar nu ga ik toch eventjes in de booking tool. Ja. We gaan dat proberen live te doen. Soms zit daar een klein beetje vertraging op door de streaming, want ik moet hier in de browser gaan werken en tegelijkertijd streamen. Maar als dat niet goed lukt, dan moet je dat zeker melden. Maar we gaan dat proberen te doen. Even kijken. Hier komen we in de beheermodule terecht. Je ziet dat de booking tool er net iets anders uitziet dan ons eigen beheersysteem. Maar ook heel overzichtelijk. Heel overzichtelijk, heel helder. Ons technisch team heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Je hebt een dashboardje waar je aantal klanten, jaaromzet, deelnemers kan volgen. Ik zie al een vraag. Ja, Dave stelt hier ondertussen een vraag van, moet de demo ook meteen gelinkt worden aan een Molly-account? Nee. Het linken van de Molly-account is eigenlijk de laatste stap om de tool live te kunnen laten gaan. Je kan al testen zonder dat je Molly-account gekoppeld klopt. Is. Hè? Je ziet hier op de tweede plaats hebben we categorieën. Ik heb hier een paar categorieën gemaakt. Lidmaatschap, sportkampen, events of B2B-events. Mm-hmm. Wat zalig is, als je volgordes wilt wijzigen, dan kan je dat gewoon drag-and-droppen. Nu staan die B2B-events van boven. En dan komen we bij het belangrijkste. Dat zijn de activiteiten. En hier heb ik bijvoorbeeld die Digital Marketing Workshop, hè, waar ik het daar straks over had, heb ik hier toegevoegd. De Business Club, lidmaatschap, tennisstages, spaghetti dag. Dus ik heb een hoop voorbeelden gemaakt. Ik ga ze niet allemaal kunnen overlopen. Maar hier zie je bij de Digital Marketing Workshops dat er twee periodes staan. Hè. Hier zie je een rood driehoekje. Want als je geen periode toevoegt, ja, dan kan je het niet laten boeken. Hier zijn twee periodes, maart en april. En in die periodes kan je opties gaan toevoegen. Hè. Het werkboek, ik heb dat daar straks eventjes uitgelegd, hè, dat je kan betalen. Bijvoorbeeld het werkboek Digital Marketing voor €19. Of ik neem zelf notities €0. Of bijvoorbeeld de coaching, 3 keuzes. Hè? 5 sessies in groep, 5 persoonlijke sessies van 1 uur. Of ik verkies zelf aan de slag te gaan. Dus je kan dat gaan opbouwen. Ik ga hier nog iets tonen. Wacht, hè. Hier zie je dat de keuzes op niveau van de deelnemer zijn. Dat is logisch, want stel dat je met 5 inschrijft. Ja, dan wil je misschien maar 1 werkboek en die 4 andere misschien niet. Dat weet je niet. Maar je kan ook keuzes maken. Bijvoorbeeld het werkboek kan je hier zeggen. Je kan het ook op niveau van de boeking zetten. Dat wil zeggen, als je met 5 mensen inschrijft, ja, dan kies je gewoon voor 5 keer een boek. Hè? Dus dat kan je daar eigenlijk... Je ziet dat het heel dynamisch is. Hè? Dus ik ga het op de deelnemer zetten. Je kan het super gedetailleerd eigenlijk personaliseren. Hè? Ja. Afhankelijk van waarvoor je de booking tool gebruikt. Ja. Dus wat kan je allemaal kiezen? Je kan de startdatum of uur kiezen, de prijs of de prijs per deelnemer. Je kan zeggen, het is €200 voor het bedrijf en €50 per deelnemer, hè, bijvoorbeeld. Je hebt een maximale capaciteit. Je hebt bijvoorbeeld 50 mensen capaciteit, maar ook nog 10 plaatsen in optie, want er komen een paar UCLL-studenten hier ook mee volgen. Ja, er zijn er maar 40 beschikbaar, dus die moet je een optie zetten. Ja. En als het vol is, vink je hier aan dat de wachtlijst dat die mag aangezet worden. Dus wat je hier kan doen,
exporteer naar Excel. Bijvoorbeeld, je hebt 50 inschrijvingen de dag van het event, exporteer je naar Excel. Je hebt nu dat allemaal opgebouwd met al die velden en die opties, en er komt een digital dag 3. Dan kan je die gewoon dupliceren. Dan maak je daar 3 van. Ik zal dat even doen. 3. En dat is dan in mei. Oh. Datum aanpassen. Ik sla dat op. En dan zie je dat alles gekopieerd is. Dus je kan heel makkelijk events gaan toevoegen. Je kan het archiveren. Dat je zegt, ja, maart is ondertussen achter de rug. Ik ga dat archiveren. En dan vind je dat eigenlijk terug bij het archief. Zie je dat? Dat is om het geheel een beetje overzichtelijker te maken. Je kan het natuurlijk ook verwijderen of je kan dingen aanpassen. Hè? En zo kan je eigenlijk heel veel activiteiten gaan aanmaken. Hier zijn een paar voorbeelden. Maar wat ik zeker wil tonen is, eens als de boekingen binnenkomen, dan kan je die ook natuurlijk gaan beheren. Hè? Want stel dat je 10 events hebt, lidgelden, stages, alles door elkaar. Nu zie je hier maar 2 inschrijvingen, maar dan wordt dat wel een hele lange lijst met inschrijvingen. En je ziet hier ook dat die mooie labeltjes krijgen. Bijvoorbeeld, deze heeft betaald. Deze had ook betaald, want anders kon die niet geboekt hebben. Maar die heeft daarna gebeld. Ik heb daarna mijn boeking gewijzigd. Ik heb gebeld. Ik ga er even op klikken. Hier mijn informatie. Dus dit is... ik had mijn kinderen, Jay en Naya, ingeschreven met alle kosten die daarbij horen. Maar ik heb nu €23 te weinig betaald, doordat ik de boeking heb gewijzigd. Dus ik kan de boeking wijzigen. Maar ik kan ook de betalingsuitnodiging opnieuw sturen. Dus ik heb die boeking gewijzigd. Nu zeg ik van, ja, nu moet je wel nog eventjes bijbetalen. Wil je zeker de betalingsherinnering versturen? Bevestig. Dus nu is die e-mail weer verstuurd. De klant krijgt weer een uitnodiging om te betalen. Je kan uiteraard ook de boeking annuleren. Stel nu dat ik toch niet betaal, maar ik heb... Dat is de uitzondering op de uitzondering. En ik sta daar toch met mijn kinderen. En ik kom eraan en zeg, ja, maar je moet wel nog €23 betalen. En ik zeg, ja, maar weet je wat? Ik heb dat op zak. Ik heb dat op zak. Hè. Dan kan je hier ook een cashbetaling, hier staat het, manual gaan toevoegen. Ja. Hè. Dus hier €23. Ik voeg dat toe. Opslaan. En wat gebeurt er nu? Ja, saldo is 0 meer te betalen. Als ik nu bij boekingen ga kijken, dan zie je dat alles betaald is. Hè. Dus je ziet dat het niet alleen een tool is om boekingen online te registreren, maar ook al de administratie daar rond. Hier zie je al het e-mailverkeer dat gebeurd is. Want soms zeggen ze, ja, maar ik heb die mail toch niet gehad volgens mij. Hè? Mm-hmm. Wel, dan kunnen we zeggen, toch wel. Kijk, ik heb hem hier nog. Er is een te betalen saldo. Betaal online. Die mail heb jij gekregen op die datum. Hè? Dus om discussies te vermijden. We hebben dat allemaal al meegemaakt. Hè? Ja, en je kan zien dat het eigenlijk dat je echt een gigantisch gedetailleerd overzicht krijgt bij de boekingspagina. Hè? Ja, hier zie je de boekingspagina. Nu, stel nu dat er 100 boekingen in zitten. Dan kan je op naam gaan zoeken, maar je kan ook zeggen, ja, ik wil alleen maar gaan kijken bij de boekingen van die ene tennisstage. Of, ik wil alleen maar gaan kijken bij die bepaalde periode van Pasenweek 2. Of, ik wil alleen maar de mensen zien die betaald hebben. Of die te weinig betaald hebben. Ah, er heeft niemand meer te weinig betaald. Goed, we zijn in orde. Alles is rond. Hè. En je kan dat gaan combineren. Hè. Dus je kan die gaan combineren, dan kan je erin gaan zoeken. Dus, dat is wel heel, heel gemakkelijk. Dan heb je natuurlijk een overzicht van je klanten. En hier de kortingscodes, waar ik daar straks al over gesproken heb. Ik heb hier een paar aangemaakt. Bijvoorbeeld, maak hier een voorbeeldje. Pak hier eentje open. Dus de code is HHHH. De waarde is €10. En die kan 100 keer gebruikt worden. Ja. Maar enkel en alleen voor de spaghetti dag. En die is geldig van tot. Hè? Ja. Dus hier die code, dat je daar heel veel mee kan doen. Een ander voorbeeld van een code is bijvoorbeeld de pas-uit-code. Voor mensen met sportclubs, die kennen misschien pas-uit. Sommige mensen hebben een bepaald sociaal statuut waardoor ze korting krijgen. Mm-hmm. Hè? Die hebben daar een pasje voor, met een code. We kunnen dat niet automatisch gaan verwerken allemaal, maar je kan die mensen die in je club zo'n sociale korting krijgen, kan je een bepaalde code meegeven. Bijvoorbeeld pas-uit, joh. De waarde is €100, die is slechts 1 keer bruikbaar. En dan kan je selecteren of je die voor een bepaalde periode of voor alles wilt. Of je kan de geldigheidsdatum gaan aanpassen. Dan kan je die mensen die code gaan bezorgen. En dan kunnen ze wel die online booking perfect afronden dat het in het systeem zit. Dus heel veel mogelijkheden met de kortingscodes. Dus nu ben ik er heel snel doorgegaan. Even kijken, wat is de timing? We hebben nog vijf minuutjes. Oké, perfect. Dan ga ik terug over naar hier. Als er nog vragen zijn, dan is dit zeker het moment om ze te stellen. En als je toch graag nog een afspraakje wilt
inplannen met iemand van ons team. Dan ga je daar nog eens invliegen. Ja. Dan kunnen we goed luisteren naar jullie noden. Hè, want we voelden het in de chat net, hè, dat er sommige dat er mensen... Dat heel wat vragen zijn. Dat niet heel duidelijk was, is het nu voor mij werkbaar of niet? Dus dan kunnen we dat even persoonlijk eens bespreken. Dus boek die call in, zou ik zeggen. Tilly, kan je gespreide betalingen organiseren? Ja, Tilly, je kan perfect werken met een voorschot. Als je dat bedoelt met gespreide betalingen. Wat je niet kan doen, is bijvoorbeeld zeggen 4 maanden 10 euro betalen. Dat gaat niet lukken. Maar je kan wel zeggen, de kostprijs is 500 euro. Om te boeken moet je 50 euro voorschot betalen. Ja. En 2 weken voor het event moet je het overige saldo. Ja, wat er dan gebeurt, is 3 dagen voor die 2 weken voor het event sturen wij een e-mail met de herinnering aangespreide. Ja, ja. 3 dagen voor die 2 weken sturen wij de mail met de betalingslink om het resterende saldo te betalen. Mm-hmm. En dus in principe weten ze dat ze dan 2 weken voor die datum moeten betaald hebben. Ja. Ja. Dus dat is een tussenoplossing voor een gespreide betaling. Ontvangen de deelnemers een betalingsbewijs? Uiteraard, Joke, als je een boeking maakt, dan krijg je via de mail een compleet overzicht van je boeking. En de bewijs dat het betaald is natuurlijk, want anders kan je niet boeken. Hè? Ja. Tilly stelt nog een vraag. Tilly heeft inderdaad 2 WebHero websites. Je hoeft zeker geen 2 booking accounts of booking tools bij ons te hebben, Tilly, omdat de booking tool anders dan onze andere tools, zoals onze SEO tool en onze mail tool, niet binnen het website platform gebouwd is. Onze booking tool is eigenlijk de enige tool die afzonderlijk van de website werkt. Daarom dat Jo in het begin van het webinar ook had aangegeven dat extern, of bedrijven die geen WebHero website hebben, de tool ook kunnen gebruiken, omdat het dus gewoon bijvoorbeeld van op jouw 2 websites via een hyperlink gekoppeld kan worden naar de booking tool. Als je dat bedoelt, hè, Tilly. Ja, maar tegelijkertijd, stel dat jij 2 verschillende organisaties hebt, hè, want bij All Into Certified is misschien een aparte organisatie, je wilt dan een andere URL, dan kan je perfect 2 accounts aanmaken. Je kan die koppelen aan dezelfde Molly-account zelfs, of aan verschillende Molly-accounts. Dus de tool is gratis, dus je kan zoveel accounts maken als je wil. Probeer een beetje het misbruik te vermijden. Sander krijgt al iets niet te veel. maar je kan wel verschillende accounts aanmaken. Ja. Je kan dat ook gewoon doen. Dat kan. Ja, oké. Okay. All right, nog vragen? Ja. Wie heeft er nog vragen? Lijkt dit interessant voor jullie? Zal ik een vraag stellen aan jullie? Lijkt dit interessant voor jullie? Wie ziet het bruikbaar voor zijn bedrijf of organisatie? Of wie gebruikt het misschien al? Ja, wie zal aan het testen? Dat kan ik ook weten. Tilly is heel enthousiast. Zonder online kalender? Nee, Rudy, dan zou ik eens kijken naar een Calendly of zo. Ik denk dat de best mogelijke optie is dan. Alright. Kijk, ik had ook nog een screenshotje genomen. Ik ga het een beetje groter maken. Hè. De vragen die al gesteld zijn en die we in de vak verwerkt hebben. Hè. Wacht, ik zie nog vragen. Ja. Het lijkt me moeilijk om verkoop van een cruise aan te koppelen te zijn met contingenten. Wel, Sophie, ik denk, want ik ken de reissector natuurlijk een beetje, dat als iemand bij jullie een cruise wil bestellen, dat je eerst online naar de beschikbaarheid moet gaan kijken, want je kan dat niet automatisch koppelen. Dus dat is een beetje moeilijk, hè? Je gaat dan het geld al ontvangen, terwijl je nog niet zeker weet of er plaats is op dat moment. Dus waarvoor ik het wel zou kunnen gebruiken, mijn moeder organiseerde vroeger cruisevakanties. Dus als jij bijvoorbeeld 20 plaatsen in optie hebt, dan kan je wel zeggen, ik heb bijvoorbeeld 4 verschillende kajuiten met verschillende prijzen. En de mensen kunnen die boeken, want je hebt die in optie. Hè? En dan kan je daar op dat moment dat het betaald is, kan je die natuurlijk wel gaan gebruiken om te gaan bevestigen bij de cruise operator. Calendly en Booking Tool even vergelijken. Ja, ik denk dat gewoon Calendly dient echt om een afspraak in te plannen. Hè. Dat heeft eigenlijk niks te maken met boekingen. Oké, bedankt Vincent en Dave dus, voor de complimenten. Dat doet altijd heel deugd. Virginie ook. Jullie vorige scherm was via Calendly. Even kijken. Dit is Calendly. Ja, dit is Calendly. Je ziet dat wij zelf ook Calendly gebruiken en dat we dat ook in onze website integreren. Het heeft gewoon andere doeleinden en is gekoppeld aan onze Google Agendas. Hè. Dat is meer voor een afspraakje van 1/2 uur of zo te maken. En niet voor een betalende reservatie. Nee, klopt. Ja.
Voilà, Sophie, met contingenten is het inderdaad mogelijk en wordt ook vaak gebruikt zo door verschillende organisaties. Ik krijg Joken, heeft... Joken okay. heeft zin om een nieuwe workshop in te plannen. Ja. Zeker doen. Je hebt nu meer tijd om te plannen, omdat ja. je minder tijd voor administratie hebt. En meer opportuniteiten, nu dat ja. er meer mogelijk is met corona absoluut, of ja. na corona. Absoluut. Alright. Heel veel bedankt om enthousiast te zijn, om hier aanwezig te zijn, iedereen. En als er vragen zijn, dan bel ons, contacteer ons gewoon. Hè. We gaan met heel veel plezier... met heel veel plezier... Wacht, een beetje ik denk dat Carleen dit probeert te doen. Hè? Voilà, het is gelukt. Sorry. We gaan jullie met heel veel plezier verder helpen en verder werken ook aan de booking tool. Als jullie feedback hebben daarover, is die ook zeer welkom. Want... we gaan altijd aan de slag met de feedback die komt uit de community. Ja, absoluut. En die krijgt meestal prioriteit, want ja, jullie zijn de gebruikers, we kunnen maar leren van jullie. Dus laat maar komen die feedback en dan kunnen we de tool ook weer een stukje beter maken en misschien dat die beter zal voldoen aan jullie noden. Hè. Ja. Dus dankjewel en heel snel tot een volgend webinar. Hè. Of wie weet tot volgende week. Of tot op de Open Office. Op de Open Office. Super, bye bye. Fijne dag. Dag.